Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Dier van Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim en met Johnny Dazo. We gaan in het regenachtige weer snel de auto in. De Touran 2016 vandaag weer eens oud maar vertrouwd. Of ja, zo oud is hij nou ook wel niet. Maar ja, ze worden natuurlijk allemaal vervangen voor de B-klasses en zo. Dus ja, dat gaan we natuurlijk zien tot dat binnenkort gaat gebeuren. We hebben een kofferbak die niet open kan blijven. Hier? Moet je kunnen. Wat rij jij hier op het terrein van het politiebureau? En redelijk hard. En de rood. Eerste boefje hebben we in het zicht. Even kijken waar die... Wat sta jij daar nou ook weer? Ja, daar gaat hij. Oh. We have backup required on Alhambra Drive. Oké, die gaat er vandoor lijkt wel. Dat er een oude Touran erin op staan. Nou, goed, ik ga er vandoor. We have vehicles racing on South Rockford Drive. Uitstappen. Dat gaan we niet doen, hè, kameraad. Stoppen. Oh, taser vuurlijnen. Ja, dank je. Blijven gaan met taser. Dat is mijn taser eigenlijk, die heb ik helemaal niet. Nou, dan moet ik hem ook niet gebruiken. Oké, jij bent aangehouden. Negeren stopteken, of ja, poging tot, beter gezegd. You ain't never getting out of prison. En ja, verboden terrein rijden of zo. Ga je nog even fouilleren of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben en dan gaan we jou meenemen naar het bureau. Dat is met een PCP, geen idee wat dat is. Crap, waar staat die? PCP, dat heb ik toen nog een keer opgericht. Dat is geloof ik iets van drugs ofzo. Instappen. Goed zo. Adios. It's fucking weird. Okay, we gaan deze boef even naar het bureau brengen. Zijn wagen laten we afslepen. En blijkbaar was hij dus aan het racen met iemand en zat er nog een andere persoon bij ons in de buurt of mee te racen. Die hebben we niet gezien. Ik denk dat dit de Touran van Enno Mods is. Niet van ministerie van Mods. Want bij die Touran weet ik zeker dat de deur open, of de kofferbak open kon. Terwijl aan de andere kant hij ziet... ja, ik zie het verschil niet. Ja, ik kan niet meedoen in achtervolging op dit moment. We gaan deze boef even naar het bureau brengen en dan zijn we weer beschikbaar voor de noodhulpmeldingen. Ik zie jullie zo meteen op het bureau. Voor het gemak dragen we de boef even over naar de collega hier zo, die hem nu meeneemt. Normaal gesproken doe je natuurlijk zelf iemand binnenbrengen. We hebben ons weer ingemeld, dat wil zeggen of we eigenlijk gewoon op beschikbaar gezet, status vrij. Dus we gaan eens kijken of we wat kunnen meemaken. Heb je niks te doen, daarmee bedoel ik geen meldingen, ga je uiteraard surveilleren. Dat gaan we nu ook doen. Ik zal even het voetgangersgebied meepakken hier. Ook dat moet gebeuren. Winkels bekijken. Het is rustig, snap ik wel. Niet veel mensen op straat. Zouden we niet doen met het weer. Dan zou mogelijk een auto-ongeval zijn. En dan mogen wij prio 1 met toestemming naartoe gaan.
Oh, dat is een meneer. Echt als een gek aan het rijden, maar ik ben even aan het kijken. Ik denk dat het wel op de brug is. Ja, op de brug. Voertuig is ook verdwenen. Het is beneden. Moeten we daar de snelweg op. Hier was stoptraffic. Nou, het heeft geen zin trouwens. Maar als ik er nu uitrijd dan staat dat traffic is back to normal. Oké. Zijmelding komt te vervallen, wij zijn weer beschikbaar. Geen voertuig meer aangetroffen, voertuig wat we zagen staan is verder gereden. We gaan even uitkijken of we die zien rijden. Denk het wel niet. We have medical aid requested in Burton. Melding onwelwording. Mogelijk diabetisch patiënt. Even kijken of we daar iets kunnen betekenen. En eventueel ambulance opvragen mochten die nog niet zijn gekoppeld. Ook dit is een prio 1 melding. Mogelijk gekoppeld omdat de persoon is in een voertuig zit. En vol met ijs zit. Goedendag meneer, mevrouw, sorry meneer, ik zie het niet. Meneer, oké, we gaan toch maar een ambulance vragen. 516 MG/DL, wat was dat ook alweer? Hold you to start CPR, ja, nou daar gaan we er niet aan beginnen. 516 MG/DL. Dat is... torenhoog geloof ik. Even googlen hoor. Omrekenen. Wat zijn we? 500. Boven de 18e stad. Oké. Goed. Meneer, u heeft echt ontzettend veel gegeten en gedronken en gesnoept en zo. Laten we een ambulance opgroepen. Nee. Oké. Denk ik. Laten we een struit halen. Stap eerst eens uit, beste heer. Misschien val je dan op de grond, dan kan ik dan een ambulance weer vragen. Oké. Ja, bro. Ik sloop je. Nou, we gaan je niet slopen trouwens. Hey collega, kalm aan. Hij heeft niks verkeerd gedaan, nog niet. Behalve veel te veel gegeten en gedronken. Hij heeft echt een torenhoge bloedsuiker. Normaal laten we zeggen tussen de 4 en de 9 is goed. Deze beste heer heeft boven de 18. Misschien zelfs wel 40. Dat is wel heel overdreven trouwens, 40. Maar ik
zag even snel iets op Google zo staan. Dus ja, wat kun je hier aan doen? Uiteraard insuline spuiten. En voor de rest is het afwachten. Ambulance kan hier niks mee, want ambulance heeft geen insuline bij zich. Dus ja. Het is nu belangrijk dat hij insuline krijgt, dus hij moet wel even naar het ziekenhuis, lijkt mij. Voertuig wordt weggesleept. En we kunnen geloof ik... Zo. We gaan ambulance gewoon vragen die hem naar het ziekenhuis brengt. Konden wij ook doen, want het is echt letterlijk daar, dat gebouw daar. Maar daar zijn we niet voor vandaag. Beste heer, succes ermee. Beste collega, jij ook. En wij gaan door. End. Attention all units. We have a suspect on the run in San Andreas. San Andreas? Waarom kwam de melding dan hier te staan? Oké. Ja. Wie wat waar? Ja, ik heb al een melding. We gaan even naar een meldingje van iemand die dus blijkbaar wordt gezocht. Ja, die achtervolging boeit mij vrij weinig. We hebben een melding. Iemand wordt gezocht en is gespot en die gaan wij moeten aanhouden. En gezien wij blijkbaar dichtstbijzijnde eenheid zijn of zo, daar wordt een auto vol geramd door een vrachtwagen. Vrachtwagen voor mij heeft kentekenplaat. Allemaal bekeuringen die we zouden, of allemaal strafbare feiten die we waarnemen. Maar waar we op dit moment even niks mee gaan doen. We gaan daar met enige spoed naartoe. We laten blauw zoveel mogelijk uit. Sirene is al helemaal. maar ik wil er toch snel ter plaatse zijn. En daarvoor heeft de politie natuurlijk de vrijstelling. Voor dit soort situaties. Maar dan moet je wel veilig kunnen. Gelukkig is deze toerant super snel. En dan zit ik nu echt vol gas in te drukken. Maar je ziet het. Ja, wat gaan we er aantreffen? Waarschijnlijk iemand met een vuurwapen, maar daar komen we zelf wel achter. Nee, in ieder geval iemand die niet gaat meewerken. Ik ga even zelf schakelen. Ik denk dat je dan toch wat fijner kunt rijden dan de GTA auto's schakelen. Weet je, in het echt werkt natuurlijk een automaat perfect. Als het goed is, ligt ook per voertuig hoor. Maar de DSG zou in het echt wel moeten werken. Maar hier in het spel schakelt hij zeg maar ook als je een heuvel oprijdt. En dat doet hij in het echt natuurlijk niet.
Even afgeleid door mijn telefoon. Maar we gaan inmiddels off-road. Even kogel weer aan aantrekken. Blijkbaar heb ik die niet. Wat is deze? The fuck is mijn kogel weer een vest heen? Waar zijn die dingen heen? Hey, maar daarom is mijn taser ook weg. Ja, mijn... Oké, er is iets raars gebeurd met mijn game. Zowel mijn... Al mijn, hoe noem je die dingen? Decals of zo? Nee, weet je die? Deze dingen zijn weg. Ja, die doen het niet meer. Wat is dit voor een zooi? Nou, oké, dan zoeken we nog wel een keer hoe dat kan. Collega instappen, we gaan hem aanhouden. Deze plek gebeurt toch veel, want hier hebben we laatst... Oeh, dat is hier al. Dat is toch niet hier. Of op deze straat beter gezegd. Laatst had ik ook al in een video, maar die video is waarschijnlijk niet online gekomen. Of heel misschien. Ja, dat ga ik doen. Dat bedenk ik me nu. Ik ga vandaag die video... of de video die eigenlijk vandaag online zou komen, die is niet gelukt. Dan zeg ik dat bij deze alvast. En dat is dus deze video wat ter vervangen. Hebben jullie tenminste toch iets. Volgende keer gaan jullie dus een video zien met ambulance. Waar moet ik zijn? En DSI wilde ik vandaag dus online zetten. Maar daar ga ik mijn best voor doen. Goedendag meneer politie. Hey, vuurwapen. Deze heb ik alleen. Oké, overgaan op vuurwapen. Wapen laten vallen. Laten vallen. Neerleggen. We zijn geraakt. Ik ga naderen. You moron. Oké, ik ben aangehouden. Verboden wapenbezit. Poging doodslag. Arrest, you piece of crap. Suspect in custody. Ja, verdachte aangehouden. Oké. Goed, luister chef. Ik ga je nog fouilleren of je nog meer dingen bij hebt die je niet bij mag hebben en dan ga je mee naar het bureau. Je werd sowieso nog gezocht, dus daarvoor ben je uiteraard ook aangehouden. Police stick. Oké, prima. Zo, dan even kijken. Het menu is ook elke keer anders. Dit gaat denk ik ook fout als menu. Ja nee, ik wil gewoon... Ja, zie je, dat gaat dus niet. Nou, oké, we zitten hier voor altijd vast denk ik. Kijk, nu. Exit interior. Nee, dat gaat niet. Oké, beste dames en heren, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Mijn collega buiten die zal voor altijd alleen zijn en voor altijd op mij zitten wachten. En ik zal hier voor altijd moeten gaan leven. Hopelijk is de room service. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag bij een nieuwe video over een paar dagen. Zoals beloofd, ambulance heb ik ook al opgenomen met de crafter die jullie toen straks al voorbij zijn gekomen. Ja, voor de rest eigenlijk niks toe te voegen. Daisy zou dus oorspronkelijk vandaag online komen als je denkt van, waar is die video? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Misschien moet ik dat op het begin van de video nog even vermelden, ga ik dadelijk doen. Voor nu, heb ik niks meer te zeggen. Tot de volgende, joe.